500 jaar geleden was dit nog het allerhoogste punt in een wijde omtrek. Dat is tegenwoordig wel anders, maar ze staat er nog steeds. Ik heb het natuurlijk over de Laurenskerk in Rotterdam. Nederland staat vol met monumenten waar je meer kan doen dan je denkt. Op monumentenportaal.nl kun je zien wat er allemaal mogelijk is. Ik ben Jennifer van Shot of Culture en vandaag ben ik op bezoek bij een monument wat al meer dan 100 jaar een plek is voor ontmoeting, bezinning en inspiratie. Ik sta hier bij de grote Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Dit gebouw is gebouwd tussen ongeveer 1449 en 1525. Het is het enige laatgotisch gebouw van het van oorsprong middeleeuwse Rotterdam. En dit was dan echt letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het centrum. En hier kon er van alles gebeuren, van allerlei activiteiten. En tegenwoordig is er eigenlijk niet zo heel veel aan veranderd, want je kan hier nog steeds concerten of lezingen of dinners bezoeken. Dus ja, kom deze kant op. De Laurenskerk kent 11 kapellen waarvan allemaal ingericht zijn met hun eigen thema. Het is de vaste tentoonstelling, waarvan ook deze kastjes bijvoorbeeld hartstikke leuk. 13 kastjes en die kan je openmaken en dan zie je vieringen van verschillende culturen hier in Rotterdam. Bijvoorbeeld 3 keer raden, Chinese nieuwjaar. Nog een van de 11 kapellen die in de vaste tentoonstelling zit, die ik sowieso met jullie wil delen, is deze. Ik vind hem heel bijzonder, omdat hier iets geschreven staat en je moet even een goede hoek vinden, maar dan zie je het. Heb je naaste lief als jezelf. En de foto's daaronder laten heel goed zien hoe we dat met en voor elkaar kunnen doen. We staan nu voor het kapel van Vrede en Verzoening, waar het bombardement op de 3 steden Dresden, Coventry en Rotterdam wordt herdacht. En je ziet hier ook een prachtig, heel uniek gebrandschilderd raam. En die is in 2021 onthuld door prinses Beatrix. Deze prachtige, prachtige Laurenskerk heeft maar liefst 4 orgels. De hoofdorgel, een transeptorgel, een koororgel en een klein orgel in het kapel van Vrede en Verzoening. En het grote orgel, dat is echt, nou ja, daar kan je niet omheen. Als je binnenkomt, denk je, wauw, hij is zo groot. Ik ga het je even uitleggen. 7600 pijpen, waarvan de grootste maar liefst 10 meter lang is. En denk maar niet dat hij er niet voor niets staat. Nee, hij wordt nog wekelijks gebruikt. En je kan hier zelf van april tot en met oktober naar gratis orgel pauzeconcerten komen kijken. Dit is echt mind-blowing. Het absolute hoogtepunt van dit monument is natuurlijk de toren die je kan beklimmen. 306 treden ga je omhoog onder begeleiding van een gids die ook nog eens de geschiedenis vertelt. En dit kan van maart tot en met oktober op woensdag of zaterdag. En het is absoluut, absoluut het klimmen waard. Maak je geen zorgen, er zijn pauzetjes onderweg. Maar dan zie je dit en dan denk je, ja. Laurenskerk is dinsdag tot en met zaterdag geopend voor bezoekers. En op zondag kan je hier uiteraard een kerkdienst bijwonen. Ben je benieuwd welke monumenten Nederland nog meer rijk is en wat je er allemaal kan doen? Op monumentenportaal.nl kan je vinden wat voor prachtigs er allemaal te beleven is. En in deze serie kiezen wij de mooiste voor je uit.